aangeboden. En dat is verder weg. Maar voor de rest waren die weken hele goede weken. Wel druk, maar goed. Op de eerste plaats, we hadden voor het eerst op bezoek in Suriname de deputy managing director van het IMF. Dat is, het is misschien goed om de context te hebben. Die deputy managing director die heeft het beheer binnen het IMF over 70 landen, meer dan 70 landen, waarvan 13 in Latijns-Amerika. Doorgaans gaan ze niet naar landen waarin programma's uitgevoerd worden. Ik weet niet wat hun beleid daarop is, maar dat doen ze dus niet. Nou, ze hebben hiervoor gekozen om hier wel te zijn. Ze zeggen ook uitdrukkelijk, dit is een succesverhaal. En ook ter ondersteuning van alle efforts. Daar wordt beslist het leiderschap in het land genoemd. Maar daar wordt ook zeker genoemd de goede samenwerking met maatschappelijke organisaties en sociale partners en van de bevolking. Dat als er goede resultaten zijn, dat komt door een heel goed begrip van de bevolking, goede samenwerking, goede dialoog, ook met DNA. En die successen die behouden moeten blijven. Daar hebben ze gelijk in. Als wij kijken waar we vorig jaar 18 februari waren, dat is precies vandaag. Een jaar geleden, waar waren we toen? Waren we in een shock, na 17 februari. En als je kijkt waar we vandaag zijn, er is behoorlijk veel veranderd. We zijn er niet, maar er is heel, heel veel veranderd tussen vorig jaar en nu. Het tweede was het bezoek van Klaas Knot, waar Gerard al over praat. Ik denk dat drie zaken me daar zijn opgevallen. Eén daarvan antwoord op de vraag van Armand. Het eerste wat opvalt is een overvolle zaal. Er waren gewoon, die zaal zat vol met stoelen en er waren gewoon te weinig zitplaatsen. Ik was daar blij om, omdat er ook grote belangstelling is voor kwalitatief informatie. Dus het is niet zo dat mensen alleen van Facebook en van internet hun informatie halen. Er komt iemand uit het buitenland met een frisse kijk op zaken en die zaal zit vol met mensen. Dat geeft gewoon het feit al dat Paramaribo en Suriname daarop afgaat, is een goede zaak. Dat mensen bereid zijn, dat mensen geïnteresseerd zijn in goed nieuws, betrokken zijn. Niet goed nieuws, maar goed geïnformeerd nieuws van autoriteiten. Dat was één ding wat erg goed opviel. Wat goed opviel was de ingeklede vraag van als je je centrale bankbalans goed moet houden zonder verliezen, of je zou moeten kiezen een verlies nemen, maar een maatschappelijk doel dienen. Die vraag was goed ingekleed door, ik denk dat Karel Ek was dat deed. Ja, was goed ingekleed en je moet een verlies nemen, welk doe je? En dat antwoord was glashelder. Dat antwoord was dat Knot zegt, luister, wij hebben zelf bij de Nederlandse Bank dit jaar 3 miljard aan eurobonds gekocht. En wij wisten dat we daarmee een verlies zouden leiden. We hebben 3 miljard verlies geleden daarop. Hij zegt maar, dat boeken we op onze balans af. Maar het voordeel dat het oplevert, is dat het helpt om je doelstelling die je hebt als centrale bank, om die te halen, namelijk de stabiliteit in de gemeenschap. En hij zegt, dan neem je dat verlies voor lief. Dat antwoord was een glashelder antwoord op het hele OMO-verhaal. En ik ben het ermee eens als mensen zeggen, had het OMO-verhaal beter gekund in Suriname? Absoluut. Absoluut. Het had beter gekund. Maar moet je daarom zeggen van het OMO-verhaal heeft verlies opgeleverd en gooi het weg? Dat is niet zo. Ik denk dat heel concreet op de vraag van Armand, heeft OMO bijgedragen tot de stabiliteit? Ja, OMO heeft absoluut bijgedragen. Heeft het een prijs? Ja. Doet het pijn? Ja. Ik denk dat Anna op deze vraag ook al geantwoord heeft. Wie is dat? Anna Gusina, de teamleider voor het IMF-team. Dat ze zich had geërgerd aan vragen van Surinaamse journalisten? Ik zag die kop en ik zag dat clipje en ik zag niet dat ze zich daaraan geërgerd had. Okay. Ik zag dat clipje, ik zag geen geïrriteerde of ik zag wel een hele resoluut antwoord. Waarbij ze zegt, nou die vraag heb ik al verschillende keren beantwoord. Check de video's die bij je collega's liggen. Zo heeft ze dat gezegd en ook niet zonder stemverheffing of zo. Of ik heb niet alles goed gezien, maar Anna zegt dus ook, luister, als je verslaafd bent, als je
alcoholist bent. Als je verslaafd bent aan gokken. Je wil er vanaf komen. Ja, dat kost pijn, dat kost moeite. Dat vraagt offers. Dat is hier ook gebeurd. We hebben een land dat helemaal ontregeld was. Ook in financiële en in monetaire termen. Om dat op orde te krijgen. Ja, dat kost geld. Had het minder gekost? Ik denk wel. Ik denk het wel. Hadden we het moeten nalaten? Ik denk niet. Ik denk dat de OMO's hebben geholpen. Ik denk dat de afbouw van de subsidies voor brandstof heel erg hebben geholpen om te stabiliseren. En in dat licht wil ik ook zetten de afbouw van de brandstof op elektriciteit. Want ik wil daar zo apart over praten. Er was nog een vraag over de gezondheidszorg, als ik die mag meenemen. Ik denk... Sorry, minister, ik wil steeds zeggen Sten. Sten is goed. Nee, ik wil zeggen minister. iemand appte me ook dat er 8 miljoen euro uit verdragsmiddelen, vroegere verdragsmiddelen, ja, ook beschikbaar is voor de nierzorg. Dus 8 miljoen euro beschikbaar uit inderdaad de restant verdragsmiddelen. Daar is een verdeling over afgesproken. Ik ben daar niet in tegengekomen, nierzorg, maar het is beschikbaar. Maar... laat me zeggen, voor wat betreft de nierzorg, klopt de informatie dat we handenvol geld uitgeven aan dialyse. Het kost gigantisch veel geld. En ik ben geen medisch specialist. Ik zit niet in de medische zorg. Ik heb er iets mee te maken gehad. Ik ben president-commissaris van het AZ geweest. Ik wil straks ook iets vertellen over een persoonlijk ding dat met de zorg te maken heeft. Maar bij de niertransplantatie is de argumentatie die wordt gegeven, zijn twee. Eén, de kwaliteit van het leven van de patiënt wordt heel erg verbeterd. Omdat 3 keer per week dialyseren gedurende 4 tot 6 uur. Als je die niertransplantatie hebt, wordt het leven van die patiënt in 1 keer beter. En het tweede is, de kosten verdienen zich snel terug. Het is veel goedkoper dan dialyseren. Dus... En dat zijn de argumenten die bij financiën dus ook de overtuiging geven. Wij zijn geen medische specialisten, maar dat zijn de argumenten die bij ons wel... They make sense om te zeggen, wij gaan mee met die beslissing. Dus met beslissing om... Maar is er geld voor de nazorg? Dat is geen zorg. Ik heb daar niet naar gekeken. Dus ik wil daar mijn persoonlijk verhaal vertellen. Ik heb bijna 2 jaar geleden een hartoperatie gehad. En maar dat is eerste wereldzorg, hè? Dat mag niet in de derde wereld. Nee. Laat me het verhaal goed vertellen. Je chargeert een beetje. Ja, ze zegt. Ja. Maar laat me het verhaal vertellen zoals ik het volledig weet. Ik had de keuze tussen het in Nederland doen of in Suriname doen. Ik ben in Nederland geweest. Ik heb het onderzoek daar gehad. Ik ben in Suriname geweest, ik heb het onderzoek hier gehad. Ik heb de keuze gemaakt om het in Suriname te doen. Ik ben blij met die keuze. De zorg hier is niet minder dan hij in Nederland is. Cardiologie is in Suriname is op topniveau. Het prijskaartje waarvoor ik geopereerd zou worden in Nederland zou 20.000 euro hebben gekost. Het is in het academisch ziekenhuis gedaan voor $1,000. Hoeveel? $1,000. Wow. Dat is dus niet, dat weet je, Gerard, voor dat het geval je hartproblemen krijgt. Dat is niet de prijs die het kost. De prijs die het normaal zou moeten kosten in Suriname is $6,000, $8,000. Ja. Wat hebben wij vanuit financiën de afgelopen jaren gedaan? Dat was nog voor mijn hartoperatie, hoor. Dus er is geen persoonlijk belang hierbij. En je was ook geen minister. Ik was ook geen minister, maar... We hebben er in een van de jaren voor gezorgd dat in elk geval voor een jaar 2000 hartoperaties, $1,2 miljoen, naar het ziekenhuis gaan. Speciaal ervoor om de garantie te geven dat die $6,000 per hartoperatie kan gebeuren. En ze doen het uitstekend. Er was een van de specialisten was in Zuid-Afrika niet zo lang geleden. En in Zuid-Afrika wordt inderdaad de conclusie getrokken. Hoe kunnen jullie als een low middle income country in de wereld hartoperaties doen? Want dat gebeurt niet. Dat gebeurt alleen in high level countries. En de specialist die daar was, die vertelt hoe ze dat doet. Hoe dat hier gebeurt. En ze krijgt, Suriname krijgt... Een award. Een staande ovatie en een award. Yeah. Omdat deze specialist ook iets ontwikkeld heeft wat uniek is in de wereld. Wat uniek is.
Is mevrouw Bihari Singh. Mevrouw Bihari Singh. Dokter Bihari Singh. Is wat ze me vertelt, ik ben de tweede patiënt die geholpen is. Ze heeft een manier ontwikkeld om bloed te recyclen. Dat je eigen bloed terugkrijgt. Ik heb inderdaad bij die hartoperatie een bloeding gekregen. Moest gerecycled worden. Zij hebben een methode ontwikkeld waardoor je eigen bloed terugkrijgt. Stuk goedkoper, heel eenvoudig. Ze hebben daar internationale... Dat zijn de verhalen die we over ons land ook mogen vertellen. Ze heeft ook een prijs gewonnen in Nederland. Voor dat ze een innovatieve behandelmethode voor COVID had. Dat is deze methode, ja. Ja, dus hij is uit COVID ontstaan. Is uit COVID ontstaan. Dus laten we naast alle kommer en kwel die we hebben, alle problemen die we ook zeggen, dat ook in ons land mensen top kunnen presteren. En het ook echt neerzetten. Alleen en ze heeft internationale erkenning ervoor. Behalve in Suriname. Want wie kent Bihari Singh in Suriname? Niemand. Jij en ik. Ik open, vanwege, jij hebt ook die operatie gehad. Ja, dus... Door haar man. even kijken. Dus dat is voor wat betreft de zorg. So, ik denk dat het waar is dat de sleutel in de oplossing die hier besproken wordt, is de wederopbouw en het volledig op topniveau krijgen van je preventieve zorg. Van scholen, maar ook van BOG. Daar is geld voor gereserveerd al jaren en dat moet echt benut worden. Er is geld voor gereserveerd voor BOG. Om dat op te bouwen. Om dat op te bouwen zodat de preventieve zorg volledig tot zijn recht komt. Waardoor dit soort topzorg geminimaliseerd kan worden. En dus het probleem in de zorg, het voorbeeld van dokter Bihari Singh en de teams in het academisch ziekenhuis. Het is niet alleen Bihari Singh, het zijn meer specialisten en het zijn ook de gewone verpleegkundigen die je daar verplegen. Mm-hmm. Die werkelijk echt het beste geven van wat ze hebben. Dat die zorg door kan blijven gaan. Het probleem is niet dat de mensen niet gekwalificeerd zijn. Het probleem is een organisatieprobleem. Een organisatie- en managementprobleem van de zorg. En het werd hier al genoemd. Moet je het niet cappen? Moet je het niet beter organiseren? Moet je de geldstromen niet goed in de hand houden en zien waar die geldstromen naartoe gaan? Een betere verdeling. Ik denk niet dat het een makkelijke kwestie is, maar ik permitteer me de... Maar ja, minister, ik neem de vrijheid als minister van Financiën om dit ook te zeggen. Omdat ik denk dat het inderdaad goedkoper en veel beter kan met hetzelfde geld. Minister, absoluut. Hoe lang geleden was u president-commissaris van het Academisch Ziekenhuis? 30 jaar geleden. En nog steeds is het hetzelfde probleem? Welk probleem? De organisatie. Ja. Ik denk dat er een heleboel dingen goed gegaan zijn in het Academisch Ziekenhuis. Eén daarvan is bijvoorbeeld de hartoperaties. We hebben het over de organisatie. Ik denk dat organisatie... Dat weet ik niet. Het is te lang geleden. Ik kan dat niet zeggen. Laten we proberen het een klein licht maar te kort, laten. Kort, het, ja, het gaat erom dat men over de financiering van die gezondheidszorg, maar ook de prioriteiten die men moet stellen over wat gaan we werkelijk inderdaad gaan doen met de beschikbare middelen, dat goed in kaart moet worden gebracht. En dat we inderdaad een eerlijkere verdeling moeten krijgen van de resources die in die sector omgaan. Als dat gerealiseerd wordt, dan kunnen we veel meer doen en veel meer bereiken. Okay. Ja, maar minister, ik ben een beetje in de war hoor. Eén is organisatie, twee geld. Kijk, dat het niet goed georganiseerd is, kan ik me heel veel bij voorstellen, toch? Maar onderliggend is toch het geld. Ja, ook. Dus de vraag is dan, is het voornamelijk vanwege geld of vanwege de organisatie van de zorg? Ze zijn met elkaar verweven. Okay, ze zijn met elkaar verweven. Kijk, wij hebben... We zijn best streng geweest richting het staatsziekenfonds. Mm-hmm. Dat kostte ons 220 miljoen per maand extra. Hm. 220 miljoen per maand extra. Ja. Waarom? De laatste. Waarom? Omdat erbij betaald moet worden. Wat hier gezegd wordt, open-end financiering. Er zit geen cap op. Er zit geen cap op waardoor niemand prioriteit hoeft te betalen. Wij hebben vanuit financiën gezegd, we gaan dat niet meer doen. En ik moet zeggen, het staatsziekenfonds is bezig om daar echt goed werk. De laatste rekening die ik zag, de maandrekening, was 100,
39 miljoen. Het kan dus. Het kan. Om het zuiniger, beter te maken, zonder dat je aan kwaliteit hoeft in te boeten. Dus ook daar. Maar het is inderdaad geld. Maar het is ook, wat doe je met het geld? Ook daar, hoe organiseer je dat? De vervolgvraag is natuurlijk, wie is de beneficiary van de meerkosten die betaald worden? Zijn het de ziekenhuizen? Zijn het de verzekeraars? Zijn het de artsen? Specialisten? Ja. Ergens. Zullen we een keer dat onderwerp... Ja, dat is heel specifiek. Zullen we dat met de minister van Volksgezondheid bespreken? Ja, heel specifiek. Dan gaan we even naar die financiële... Ik zei een eerlijkere verdeling van de resources. Oh, dat is de eerlijke verdeling. Oké, okay, I got it. Dat moet... Dan gaan we terug naar financiën. Ja, financiën. De core business. Elektriciteitssubsidies. Yes. Ja. Ook elektriciteit is niet mijn core business, maar geld is mijn core business. En dat heeft er alles mee te maken. De target die we hadden afgesproken vorig jaar is om 3,2 miljard aan subsidies op elektriciteit af te bouwen naar 2,2 miljard. Dat is niet gelukt. Waarom? Die prijzen zijn omhoog gegaan. Niet de prijzen. Het verbruik is omhoog gegaan. Ja. En daardoor ook de subsidie. Die subsidies, in plaats van terug te gaan naar 2,2 miljard... is die gegroeid naar 4,5 miljard. Meer dan verdubbeld. Hoe komt dat? Twee duidelijke redenen. Heel warm jaar. Laat me zeggen, ik zeg het allemaal met de nodige voorzichtigheid. De minister van NH is hier en de mensen van de EBS zijn de autoriteit om hierover te praten. Maar de voorzichtige informatie die ik heb is één. Het was zeker in oktober meer dan gemiddeld warm. De consumptie in oktober was 11% meer dan in een dat is best veel. En het tweede is, alle kleine airco's uit de handel zijn uitverkocht al een tijd. Het betekent, mensen willen dat niet graag horen. Ze vinden dat vervelend dat ik dat zeg. Het sluit niet aan bij hun gevoel van slachtoffer zijn. Maar langzaam maar zeker pakt het de wederopbouw van welvaart pakt langzaam maar zeker weer op. Mensen vinden dat niet prettig om te horen. Sluit niet aan bij wat ze denken, wat ze voelen. Maar ga maar in de handel kijken. Alle kleine airco's zijn uitverkocht. 4,5 miljard subsidie. Dat trekken we niet. En dus met het IMF. IMF zegt, ja, je moet dat afbouwen omdat het oneerlijk is. Want wie subsidieer je? Je subsidieert alle ambassades. Je subsidieert alle hotels, alle toeristen die er zijn. Je subsidieert alle rijke mensen. Je subsidieert de groothandel, die het toch al in zijn prijzen verrekent. Je subsidieert alle mensen die het kunnen betalen. En in feite, onder de noemer van je helpt de arme mensen. Haal die subsidie weg bij de rijken en geef het aan de arme mensen. Ja. Dat is dus ook de richting maar minister, dat waarin was we toch opgaan. Al beslist. Afbouw van de subsidie dat was is, toch al beslist? Ja, het was vorig jaar beslist. Alleen, okay. Alleen, is het verbruik? Alleen als je het dus niet, als je het niet capt, als je het niet plafonneert. Ik weet niet is wat je bedoelt, maar als je, als je subsidie hebt afgebouwd en je bent bij het punt gekomen dat het nu is afgebouwd, dan heb je norm wat men moet betalen. Ja, ja. Al betaalt men meer, hoef je niet meer te subsidiëren. Nee, dus dat is wat we nu gaan doen. Ik heb geprobeerd dus de vraagstelling iets anders te poneren. Toch? Kijk, er is voor de verhoging vorig jaar, dus in juli, dacht ik, 23, is er voor de verhoging van de tarieven is er een subsidie, een korting gegeven. Ja. Januari is die korting nul. Ja. Toch? Oké. Okay. Maar de prijs van een kilowattuur was nog steeds veel te laag. Klopt. Toch? En dat betekent dus dat wanneer je kijkt naar het feit dat je moet inhalen, dus iedereen betaalt nu nul, ze krijgen nul subsidie. Maar de EBS, die heeft nog steeds een te laag prijs. Ja, toch? Ik kom erop. De discussie die je krijgt is, mm-hmm. maar ja, we moeten ook de inefficiënties bij de EBS weghalen.
Dat is, en bij staatsolie en bij dit en bij dat. Als je dat allemaal weghaalt, maakt het misschien een klein beetje uit. Maar je prijs, het maakt minimaal inderdaad uit. Maar je prijs die normaliter gangbaar is, zelfs bij de meest efficiënte situatie, komt niet in de buurt van wat die prijs zou moeten zijn. Dus je kunt zeggen van eerst alles bij EBS oplossen en dan dit en dan dat. Intussen blijf ik subsidiëren. Dat kan niet. En waarom is het uit de hand gelopen, Armand? Omdat dus die verrekening rechtstreeks plaatsvindt tussen staatsolie en de EBS. Dus wat we nu gaan doen, ik ga dat veel strakker in de hand houden. Maar dat gaat betekenen pijn. Er zijn een aantal maatregelen die we gaan treffen. Eén is, er wordt verrekend tot nu toe nog steeds op een koers van 30. En die koers gaat naar 36, waardoor een deel, waardoor we, ik denk, 600-700 miljoen ongeveer kunnen knippen in de subsidies. Het tweede is, die tarieven moeten omhoog. En die tarieven moeten omhoog zodanig dat wie het kan betalen, dat betaalt. En dat de armen, zoals we dat vorig jaar met die 260 hebben gedaan, de afbouw, dat de armen opgevangen worden. De armen worden opgevangen op twee manieren. Eén, in het tarief, door ze een lager tarief te geven, de laagverbruikers een lagere prijs. En twee, dat de mensen via de koopkrachtversterking nog eens een keer een top-up krijgen, zodat ze dat kunnen opvangen. Die twee maatregelen simultaan. Aan de ene kant de afbouw van de subsidies, het tweede het opbouwen, het verhogen van de sociale subsidies, zodat de armste groepen dat kunnen betalen. Er wordt tegelijkertijd gerekend van wat mag het betekenen voor de prijzen in de supermarkten, want je kan daar effect krijgen. Als er is een eerste snelle berekening, als bijvoorbeeld berekend wordt, zeg maar een grote supermarkt, die betaalt 250 SRE per dag meer, als je 1000 producten verkoopt, per dag zou je een kwartje meer per product mogen vragen, niet meer. En niet een kwartje meer per ei, maar een kwartje per hele rek eieren. Een kwartje meer per... Maar er wordt ook gerekend aan de prijseffecten van... Wat is het effect van deze aanpassing op de inflatie? Dat die opgevangen gaat worden voor de armste mensen is belangrijk. Het is eerlijk naar alle mensen toe. Het is volstrekt oneerlijk om te blijven subsidiëren de rijke mensen, de ambassades, de handel, de mensen die het kunnen verhalen. Het is volstrekt eerlijk om de arme mensen op te vangen. Dat is het systeem dat gaat gebeuren. Bovendien gaat dit onmiddellijk ertoe leiden dat de aantrekkelijkheid van duurzame energie, namelijk zonnepanelen, dat direct aantrekkelijker wordt om daarin te investeren. Je zult zien, die faciliteit bestaat al. Er hebben maar in al die jaren maar 23 mensen bij hebben zich aangediend om dat te doen. Niet zozeer omdat het hun geld uitspaart, want waarschijnlijk is het zelfs duurder, ja, uit idealisme. Maar op het moment dat je dit gaat doen, wordt duurzame energie gaat onmiddellijk een stuk makkelijker haalbaar worden. En het zal als eerste beginnen bij de mensen die het kunnen betalen. Maar het zou goed zijn als we als overheid zeggen, wij doen aan beleid waarbij we alle overheidskantoren waarbij vervanging nodig is, dat we het solar gaan doen. Waarbij we zeggen, zoals we ik denk dat het Barbados is het zo, elke nieuwe bouwvergunning geen koolwaterstoffen meer. Elke nieuwe vergunning voor bouw is verplicht solar. Verplicht duurzame energie. En dus dat soort nieuwe elementen worden makkelijker. Dat gaat op de naam van ons land. Ook in de hele kwestie van de hele discussie met carbon credits gaat het beter maken. Nu, en je verdient het toch op termijn terug? Altijd. Nu, hoe bouwen we die 2,4 miljard? Dus we hebben kan voor dit jaar... Ik nog even één vraag stellen? Yes. Ik neem aan dat het importeren van dit soort zonnesystemen, belastingvrij gaat? We gaan daar zeker voorzieningen voor. Als ze er niet al zijn, krijgen we zeker voorzieningen hiervoor. Okay, absoluut. Ik bedoel, als het er nog niet is, beloof ik hierbij dat dat gaat gebeuren. Dat is mooi. Ja. Oké. Okay. Ja. Nu,
nou heb ik het mooie verhaal verteld. Nu de harde kant van het verhaal, namelijk... ik heb 2,4 miljard voor dit jaar om te subsidiëren in de elektriciteitssubsidies. Als ik het doe als vorig jaar en het schiet omhoog, hebben we een probleem. We kunnen dat niet trekken. Dus wat ik kan doen... Je bedoelt het verbruik. Het verbruik, mm-hmm. Ja. En de prijs die we betalen. En wie het wil betalen, die mag het betalen. Wie het wil blijven verbruiken en kan betalen. Wie zegt, ik heb geen bezwaar om van 3.500 naar 6.000 te betalen. Die mag dat. Maar je zult zien dat deze operatie met name bezuinigingen zal opleveren bij de grootverbruikers. De mensen die het verspillen, die de deuren open laten staan, die 24 uur airco's laten draaien als het niet nodig is, die als ze uit huis zijn die airco's niet uitdoen. De hotels die de deuren open laten staan omdat het toch niks kost. Dat soort dingen. Je gaat zien dat daar de bezuinigingen gaan komen. En daarom ook dat we dus de armste groepen, de laagste verbruikerscategorieën willen ontzien. Op welke termijn kan dit verwezenlijk worden? Morgen. Nou, we horen wanneer. Morgen. Nee, want we horen deze verhalen. Ja, we horen deze al tientallen jaren. Oké. Okay. Armand, al tientallen jaren. Dus niet alleen in mijn periode. Want ik denk, als jij hebt gezegd dat je subsidie hebt afgebouwd, dan heb je bij punt A... dan moet men een bepaald bedrag betalen voor, weet ik, kilowattuur of hoe je het noemt. Ja. Als men veel meer gebruikt, dan betaalt men veel meer dan de kostprijs. Ja, dat wordt maar, ook. Maar dan heb je niet dan heb je de subsidie niet gestopt als je de kostprijs niet in rekening brengt. Nee, precies. Precies. De hoogste categorieën gaan de kostprijs betalen. Ja. Aan het eind van het jaar zitten de hoogste categorieën met de kostprijs. Precies. Dus minister, even als ik een zijstap mag maken. Ja, natuurlijk. Want ik heb het IMF-rapport gelezen. En ik vond het een heel interessant stuk waarbij men praat over, zeg maar, de core-inflatie, de kerninflatie. Dat is dus inflatie zonder energie, utilities en weet je, voeding enzovoorts. Nou, dan moet ik zeggen dat het in mijn ogen bijzonder meevalt als je dat allemaal goed leest uit het rapport. Ja. In de buurt van de, hoeveel? 6%? 6,3%? De inflatieverwachting voor dit jaar is door ons berekend 11% en door het IMF 17%. Dus we zullen tussen 11 en 17 zitten. En zoals we in het afgelopen jaar hebben gezien, de inschatting IMF was 41%. Mm-hmm. We zijn op 32,9%, dat net klopt. Onder de 33 geëindigd. Dat is een prachtig resultaat. Het geeft aan, het geeft twee dingen. Nee, laat me twee voorbeelden noemen waarbij ik zeg dat onze berekeningen nauwkeuriger zijn dan het IMF inschat. Ook de koers. Wij hadden ingeschat bij de koers dat er lucht in zit. Mm-hmm. En in het begin was het IMF, die belde elke dag, hoe kan die koers omlaag gaan? Hoe kan die koers omlaag gaan? En nu hebben ze er vrede mee dat we in staat zijn om het echt heel nauwkeurig en dat er geen tricks worden uitgehaald, geen grapjes worden uitgehaald met verborgen interventies en dergelijke, want dat dachten ze. Dat zeiden ze niet. Maar ook hier. Dus de inflatieverwachting voor 2024, voor dit jaar, is tussen de 11 en de 17. En ik hoop dat we dichter bij de 11 komen. Mm-hmm. En misschien daaronder als het lukt. Dan het IMF. Ook het vorig jaar hebben we, naar analogie van wat we hebben gezien met de brandstofprijs. Ja, die prijzen gaan de lucht in schieten. Er is inderdaad een deel misbruik gemaakt van de brandstofprijsverhoging om prijzen omhoog te doen. Mm-hmm. Maar je ziet dat bij sommige prijzen, sommige basisgoederen, aardappelen, uien, Fernandez, soft, spijs, olie, dingen zijn omlaag gegaan. Dingen zijn teruggekomen naar een basistarief. Daar is het initiatief van de president, helpt daar ook bij om die prijzen omlaag te krijgen. Die foodbasket. Niet alles gaat nog omlaag, maar het is mogelijk dat consumentenprijzen omlaag gaan. Minister, mag ik u even onderbreken? Ja. In verband met die koers zich daalt, laat me dat zeggen. Wat vindt u daarvan? En of mensen zeggen, moeten we het ook in de winkels niet merken? Ja, we moeten het. Als die koers daalt en hij gaat vasthouden, moeten we dat in de winkels merken. En de handel moet, ook hier moet ik een beroep op de handel doen, zowel groot als de detailhandel. Als de prijzen omhoog gaan, ben je snel met ze aanpassen omhoog, als de koers omhoog gaat.
En als je omlaag gaat, dan duurt het even voordat je dat doet. Dus wees... Maar is het een truc dat het omlaag gaat of is het duurzaam? Hij gaat... Laat me zeggen, voor het nationale gevoel van vertrouwen in de SRD vind ik het prima dat dit gebeurt. De basisregel in de economie is dat je stabiele prijzen moet hebben. Ook voor de koersen. Zoals dat zo zwaar omlaag gaat binnen een paar dagen. Van 35 naar, ik zag vanmorgen 31 genoteerd ergens. Nou, dat gaat me iets te snel. Ook als je omhoog zou gaan op die manier zou ik dat te snel vinden. Dit gaat me iets te snel om te zeggen van het is volledige marktwerking. Daarom, als ik zeg wat is de referentiekoers die je hanteert, check de site van de centrale bank. Dat is de gemiddelde koers. Die koers pakt alle koersen, weegt ze en noteert ze. De centrale bank is de enige juiste, zuivere koers die ook het goede sentiment zal weergeven in de markt. Maar klopt het dat er een overschot aan dollars is? Er is inderdaad een overschot. Ja. De markt is verzadigd. Ja. Er zijn genoeg dollars. Er is geen enkele reden meer om de koers omhoog te drukken. En dus wat er nu kan gebeuren, en wat je hoopt, is dat de lucht die er nog in zit, dat die eruit geperst wordt. En dat we met een stabiele koers verder kunnen. Dat de koers is waar we mee verder kunnen. Wat we straks niet nodig hebben binnen een paar weken, we zijn blij met die 31. Wat we niet nodig hebben, is dat die weer schiet naar 34 en 35. Dat zou jammer zijn. Maar dus, daarom zeg ik ook, niet te vlug omlaag ook niet. Wat we nodig hebben, is een stabiele koers. Hij gaat naar mijn gevoel iets te hard. Ik heb hem niet geanalyseerd, maar naar mijn gevoel met alle ervaring die ik heb. Ik wilde wel een opmerking daarover maken. Zoals u het vormt. Speculatie. Mensen hebben geïnvesteerd in vreemde valuta en gedacht, hoe ik mijn boemoni, dan zijn die koers ook wel 50. Dus mensen hebben dollars gekocht en vastgehouden. En nu merken ze dat als ze het te lang vasthouden, dat ze gaan verliezen. Dus ze brengen het op de markt. En er zijn ook andere marktkrachten die niet meer die markt zo... Dat vertrouwen in die markt groeit. Dat vertrouwen in die SRD groeit. Die OMO-rente helpt hierin. Dus de vraag van, heeft de OMO geholpen? Ja, die OMO helpt hierin. Ja. Ik wil een kleine inzicht maken, over minister. Maar we moeten nog elektriciteit behandelen, hè? Ja. Nee, wacht even, dat heeft prioriteit. Dus, nee, zijn minister. Korte vragen. Ja. Ja. Ik ga even aanvullen op de koerskwestie, want natuurlijk is het zo dat je monetair een bepaald effect krijgt, maar je zal in de reële sfeer ook wel een aantal dingen moeten doen om meer dollars te gaan verdienen, dat die koers inderdaad ook gehouden kan worden. We 100% waar. Dat wat gebeurt is nooit een reden om te zeggen, oké, now we can sit back. Yeah. En we kunnen het weer overlaten aan laissez-faire. Dat absoluut niet. Dat geldt ook voor de stabiliteit. Ook als we straks oil en gas hebben, je moet zorgvuldig, disciplinair, zuinig blijven besturen. Het is moeilijk om een land te besturen met schaarste aan geld. Het is waarschijnlijk moeilijker om te besturen met een overschot aan geld. Wij hebben de lessen uit het verleden. We hadden bauxiet, we hadden veel geld. We hebben de rijkdom die daardoor opgebouwd was, zijn we kwijtgeraakt. We hadden Nederlandse ontwikkelingshulp. We hebben de rijkdom die we opgebouwd hadden daarmee, zijn we kwijtgeraakt. Wij mogen niet terug naar een situatie waar we denken met oil en gas dat we dezelfde fout maken. We moeten het deze keer, en ik ben eens met Armand, we moeten zorgen, we gaan niet met dezelfde manier dezelfde nieuwe resultaten krijgen. We moeten het op een andere manier doen. We moeten het doen met de lessen uit het verleden. En we hebben goede lessen. En we moeten goed leiderschap hebben. En we moeten goed leiderschap hebben uit wat we hebben. En we moeten goed leiderschap hebben uit de nieuwe generatie die zich aandient. Die zich goed treedt. Die niet in de voetsporen treedt van fouten uit het verleden. Maar in de voetsporen van ook het goede leiderschap uit het verleden en het heden. Wat er ook echt wel is. We moeten even wat afspreken. Dit is 2:00. Armand had nog een vraag over OMO's. Ik heb 3-4 korte vragen. En hij wil over EBS nog doorgaan. Ik heb nog 2 vragen. Nee, alle vragen zijn al hier ter sprake. Maar kort, concreet wil ik 1. Over OMO. Die vraag over OMO. Wat doet u met of wat doet de regering
met de kritiek dat een deel van het geld bij de openmarktoperatie toch weer in relatie komt. Ja, dat is... Dat is sorry, ja. Ik stel al die vragen. Alle vragen in één keer. Ja. Nee, deze de, net antwoord. Nee, die vier vragen, die vier korte vragen. Oké, die hebben te maken met die redenering van de minister van OW. Zijn er geen schulden meer in verband met de bouw van het oude politiebureau? Ik bedoel, rechtszaken? Ik ben nog niet bij rechtszaken. Ik vraag, zijn er geen schulden meer? Zijn er geen schulden meer, meneer van Financiën, minister, in verband met de afbouw van het politiebureau? Oké, en volgende vraag? Bimla, geef me ruimte, laat de minister. Nee, zijn er geen... En Bimla heeft die andere gesteld. Zijn er geen rechtszaken? Oké, dat is het. Is er al met China overeenstemming over... De schuldherschikking. De schuldherschikking? Of is dat op kort termijn te... Verwachten. En er is 19 en een... 11 miljoen, no? In de tijd van Suriname. U was er niet, maar u bent van Financiën, dus heeft inzage door Nederland in beslag genomen. Ik wil u niet vermoeien, want omdat u inzage hebt, ik niet, stel ik deze vraag. Bij die inbeslagname was er ook geld van de, die ene bank daar aan, hoe heet die bank? Kerkplein. Nee. Republiek Bank. Was die Public Bank? Republiek Bank. Was er ook geld en zij hebben hun geld direct teruggekregen. Wat is het verschil? Wat heeft die bank anders gedaan dat zij hun geld terug hebben gekregen? Bent u daarvan op de hoogte? Want nee. U weet, men zegt is rechtszaak, maar ik weet dat politiek erbij speelt, daarom die vraag. Oké, die OMO-vraag was over... Wat was er met OMO? De OMO-vraag was de kritiek die er de kritiek. Is. Dat wat doen we met de kritiek? Ja, dat het geld weer in omloop. Ja, weer in omloop. Ja, en na verloop van tijd kan een deel van dat geld terug in omloop komen. En het is de bedoeling dat dat op een beheerste manier gebeurt. Dus ja, dat risico, die samenleving ziet dat risico goed in. Dus dat wordt goed ingeschat. Er zijn manieren om die OMO's om dat in betere banen te leiden. Die rente moet omlaag. En als we kleinere bedragen aan OMO's zouden uitzetten, zou dat ook heel snel die rente omlaag trekken. Het is niet zo dat er niet over nagedacht wordt. Er wordt over nagedacht en er wordt over gepraat. En ik denk ook wel dat op termijn opgelost gaat worden. Ik denk op korte termijn, meer op korte termijn dan op lange termijn. Zijn er schulden bij het politiebureau? Zijn er nog schulden bij het politiebureau? Ik weet het niet. Ik weet dat ik 1 schuld bij het politiebureau betaald heb. Ja. En dat ik gelden gereserveerd heb voor de bouw, de herbouw. Ja. Het ministerie van Financiën was een voorstander van slopen en nieuwbouwen, omdat dat goedkoper zou zijn dan herstel van allerlei oude situaties. Een concreet voorbeeld. Als je liften zou moeten plaatsen in dat oude gebouw, zou je zoveel aanpassingen moeten plegen dat die liften zoveel duurder zouden worden dat je zegt, sloop dat ding en bouw gewoon opnieuw. Het is dus echt goedkoper. Het was geen emotioneel besluit, het was heel rationeel, ook op centen gebaseerd besluit, waarbij als je nieuw bouwt, dat je ook de meest moderne technologie kan gebruiken. Dat ding staat al 20 jaar daar. Je hebt nieuwe technologie. Je kunt rekening houden met licht, lucht, solar. Al die dingen kun je erin bouwen. Dat is, zijn er geen rechtszaken? Weet ik niet. Maar even op die schulden terugkomen. Er zijn nog altijd situaties waarbij schulden uit de kast komen. Ik hoop van niet. Maar is dat behoorlijk bestuur of iets anders? Het is behoorlijk bestuur, maar het is dat die schulden opduiken, niet geregistreerd waren. Onbehoorlijk bestuur dus. Nou, niet altijd. Niet altijd is het onbehoorlijk. Soms is het onbehoorlijk bestuur. Sommige overeenkomsten werden mondeling aangegaan. Ja, hè?
Je sprak over cultuur. Allerlei. Sommige dingen werden mondeling. En dan gaat het om miljoenen. Dan komt het op tafel en dan moet je dat oplossen. Dus dat is onbehoorlijk bestuur. Wat je niet onder de noemer onbehoorlijk bestuur kan plaatsen, is bijvoorbeeld leveringen waarvoor wel alle papieren in orde waren, maar die volgens de wet op de staatsschuld toen nog geen formele staatsschuld waren. Maar het is wel een verplichting. Het is wel een schuld. En dus dat is ook de reden waarom we die wet op de staatsschuld hebben gewijzigd nu, zodat al die dingen mee kunnen en je dus deze loopholes niet meer hebt voor de toekomst. Ik hoop niet dat we bij het politiebureau, ik hou niet van dit soort verrassingen. Dus ik hoop niet dat er meer schulden komen. Is er overeenstemming met China? Er is overeenstemming met China op technisch niveau. We hebben alleen de handtekening nog nodig. China heeft een bepaalde procedure. Het is een beetje een lange procedure. Wij hadden gehoopt dat we er zouden zijn. Minister Buitenlandse Zaken is daar regelmatig met de Chinese ambassadeur en met zijn collega's in China in overleg om dit op te lossen. Ik hoop dat dit gauw opgelost wordt. Oké, en dan had... En die 19,5 miljoen, ik weet daar te weinig van. Ik kan dat niet antwoorden. En dan had Gerard vragen, maar Patrick... Patrick zie ik al. Ik had nog twee vragen. Maar EBS is al klaar? Nee, het is nog niet klaar. Een vraag over de EBS natuurlijk. Op een gegeven moment zie je dus dat ziekenhuizen hun rekeningen niet betaalt. De overheid betaalt hun rekeningen EBS-rekeningen. Ja, en andere instanties betalen ook hun rekeningen niet. Ik hoop dat u natuurlijk vanuit de overheid bekijkt dat de uitstaande schuld natuurlijk gewoon conform betaald wordt. Vooral wanneer de prijzen de goede richting opgaan, dat die betalingen wel vlot komen, anders hebben ze het moeilijk. En de tweede vraag is natuurlijk, is meer een opmerking hoor. Kijk, in mijn ogen, dat is mijn privé mening, is dat de snelheid waarop de koers nu naar beneden komt ook te maken heeft met wat ik noem rentearbitrage. En dat is als volgt. Ik ga het niet moeilijk maken. Het is heel simpel. Als je US dollars zou beleggen bij een bank, dan krijg je daar 4% voor, toch? Voor een TD van 6 maanden. Een TD 6 maanden SRD krijg je 22% voor. Als je die rekensom maakt, dan wil iedereen hun geld natuurlijk wisselen voor SRD en dan gaan beleggen in die SRD's, omdat je een veel betere rente kan verdienen. Dat betekent ook dat je moet kijken naar het risico van de koers. Exact. En als je dat goed kan inschatten, dan denk ik dat je veel meer rente gaat verdienen. Exact. Dat is de rente. 100%. Ja. Maar de consequentie van jouw vraag, dus de implicatie van jouw vraag, die tweede vraag, Gerard, ja, is dat de verwachting van die mensen is dat die koers stabiel gaat blijven. Ja. Want anders zouden ze dat niet doen. Precies. Nee, dus dat signaal kun je er ook wel uithalen. Ja. Dus, wat je ook zegt, van, ik zeg ook van, naar mijn gevoel gaat het iets te snel omlaag om te zeggen van dat is marktwerking. Maar als, en ik denk dat mensen dat inderdaad aan het doen zijn, dat ze dus dollars wisselen in SRD's omdat ze daar meer rente voor ontvangen. Maar als je inschatting zou zijn dat er een groot risico zou zijn dat die koers omhoog zou gaan, zou je het niet doen. Want je zou verliezen op de koersen en je zou rente winnen en verliezen per saldo zou je verliezen. Dus de enige afweging, de enige conclusie die je hierop kan trekken, is dat de mensen de verwachting hebben dat de koers stabiel is of dat die verder omlaag zal gaan. En dat is goed om te weten dat de verwachting is maar in de hoofden van de mensen. Maar dat is gewoon goed. Het is gewoon goed. Over het vertrouwen dat is. Absoluut. Okay. Maar u zou over EBS afronden graag? Ja, EBS. Dus kijk, je bespreekt natuurlijk de tarieven en de aanpassingen zo goed mogelijk met de gemeenschap. Wat ik ga zeggen is geen bedreiging, maar het is wel zo. Ik heb de verantwoordelijkheid voor staatsfinanciën. Die verantwoordelijkheid heeft me vanuit de assemblée bij de goedkeuring van de begroting gezegd, u mag 2,4 miljard aan subsidie aan de EBS verstrekken dit jaar.
ik kan, de meest makkelijke manier om dat te doen is dat ik zeg, EBS, je subsidieplafond per maand is 200 miljoen. Alles wat daarboven gaat, bekijk het. Dat doen we niet. Dat doe je als verantwoordelijke regering niet. Maar het is wel zo dat ik als minister van Financiën dat morgen zou mogen doen. En ik overweeg dat als niet tussen nu en eind van de maand een goede oplossing is in deze aangelegenheid. Ik wil niet... Wat voor oplossing? Namelijk dat we eruit zijn en dat we zeggen van we gaan die koers aanpassen. We gaan het afbouwen op die manier. We gaan niet meer ambassades subsidiëren. We gaan niet meer groothandel subsidiëren. We gaan niet de rijken subsidiëren. Dus tariefwijziging. We gaan het model voor de tariefsaanpassing gaan we doen. Okay. En we gaan die koers... En is dat zo moeilijk om dat besluit te nemen? Armand zegt, we zijn er al tientallen jaar. Laat me niet zeggen tientallen jaar. Is dat model al op papier? Dat model wordt... Ja, ja, dat is... Is het op papier? Ja, 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 er is een model. Het wordt steeds door populisme. Er zijn modellen. Maar wat voor populisme kan het zijn dat je ambassades wil subsidiëren? Mensen zijn bang. Het is een moeilijkere discussie om inderdaad die categorisering te maken in die samenleving van wie valt onder de minima... En wie valt onder de reek? En dat is een gevoelige... Nou, volgens mij is het niet zo moeilijk, hoor. Het is niet moeilijk. Maar alleen wanneer je zonder aanzien dat persoon kan handelen. Maar dat kunnen we nog niet. Nee, we gaan het... Dus, kijk. Met die brandstofprijs had je hetzelfde. Men is bang om een maatregel te treffen. Omdat men verwacht dat er een schok door die gemeenschap gaat. En in 2016 hebben we met elektriciteitstarieven... onbezonnen, aangepast en mensen zijn, ik weet niet of je dit kan herinneren, mensen zijn figuurlijk gek geworden van wat ze toen zagen. En ik weet niet of je de beelden kan herinneren van mensen met de handen in het haar, letterlijk, van hoe ga ik dit betalen? Dat is niet de manier om het te doen. Dat moeten we niet terug hebben. Daarom ook, je moet het communiceren, je moet het goed bespreken met mensen. Vorig jaar hebben we de brandstofprijzen aan de pomp geunificeerd. Mensen waren ook net zo nerveus. Ik weet niet of je het kan herinneren, Bimla, en panel en luisteraars, dat op 16 februari, dat ik toen meedeelde, luister, met ingang van morgen is de prijs aan de pomp losgelaten. Omdat ik hem niet kan houden. Omdat als ik hem niet loslaat, dat morgen geen brandstof meer is aan de pomp. Dat is management by default. Je laat het zo ver komen dat het systeem in elkaar valt als je het niet doet. We want to govern by design. Ja. Je wil het ontwerpen, je wil het goed. En dus waterleiding. In sommige wijken moeten mensen honderden guldens per week aan water kopen. Omdat wij niet gedurfd hebben, niet gewild hebben om de watertarieven aan te passen, zodat het stelsel aan het instorten is. Als je niet dit doet, oplost voor de EBS, staat ons met de EBS precies hetzelfde te wachten, dat je dus de ene na de andere wijk gaat moeten afsluiten en blackouts gaat krijgen. Je wil dat niet hebben. En waarom noem ik dat voorbeeld van brandstof? Er was een beetje jugu-jugu over brandstof. Jongen, de man, wat pina, wat disi, wat dat. Niets. Die gemeenschap heeft het geabsorbeerd. Armand zegt zo voor het meer. Het is een klein beetje omlaag gegaan. Toch wel. Ja, het is een klein beetje omlaag gegaan. Gelukkig, ja. Het heeft geholpen. En niemand klaagt er meer over. En hetzelfde ook, met hetzelfde vertrouwen moeten we het doen bij de EBS. We moeten het zorgvuldig doen. We moeten de armen ontzien. We gaan ons land een geweldige dienst bewijzen. Die brandstofprijs, afbouwsubsidie. Heeft een belangrijke... We hebben hier over de OMO's gepraat. Maar de afbouw van de brandstofsubsidies hebben een belangrijke bijdrage geleverd om de koers te stabiliseren. Hetzelfde gaat gebeuren met de EBS. Ik wil nog even opmerking maken, hoor, minister. Ik denk dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de loonaanpassingen die is geweest in de afgelopen periode, dat de loonaanpassingen op een niveau waren waarvan je zegt, hey, weet je, er is wat absorptie erin, maar het is niet veel. Dus ik hoop dat je eind van de maand haalt. Want ik maak me zorgen om het feit dat de energie... Waarom zou hij eind van de maand niet halen? Nou, het heeft 10 jaar geduurd voordat er iets gebeurde. Dus eind van de maand,
Ik lijkt me zo reëel. Over 10 dagen. Nou, ik hoop het, want anders hebben we echt een probleem. Ja. Volgende week. Wij betalen de 25e uit. Oké. Okay. En die betalingen zijn gegarandeerd. Ja. Gaat het voor een van wat zoekt u, minister? Minister, ik heb nog een vraag. Ik zoek een plaatje voor je de tarieven. Voor de lonen en salarissen. Oh, kijk, okay. ze zijn begroot al op de agenda. Ze staan op de agenda en ze zijn... Even kijken, 707 miljoen zijn ze deze maand. Maar ze zijn gereserveerd al tussen 19 en 23 februari. Ja. Nou, de komende week worden ze gereserveerd. Komt in orde. Minister, hij staat groen ingekleurd bij me. We moeten het hierbij ik laten. Ik heb nog een vraag, minister. De sociale agenda voor de uitvoering van het IMF-programma is niet goed uitgevoerd, nog steeds niet in orde. Zijn we al zover dat het nu goed zal worden uitgevoerd? Want vooral die ene meneer, ik weet niet hoe hij heet. Welke meneer? De voorzitter van die mensen, slechtziende mensen. Oma Okasi. Er liggen een paar rapporten om de sociale agenda te verbeteren, duurzaam te verbeteren. Het IMF denkt met ons mee. Ze zeggen, begin niet alles te doen, begin de dingen goed te doen. Er is voldoende geld gereserveerd voor sociale zaken. Sociale zaken moeten inderdaad daarin voortgang boeken. Wij helpen graag waar het kan. Maar ook de verantwoording van de geld is belangrijk. Als je goed geluisterd hebt, zul je merken dat het IMF ook daar gezegd heeft, zeg waar je dat geld uitgegeven hebt. Ook wij bij financiën vragen, de verantwoording van die gelden moet plaatsvinden. En omdat het om sociaal geld gaat, blijf je dat doordoen. Maar op een gegeven ogenblik moet die verantwoording ook echt komen, zodat ook... Van het ministerie van Sociale Zaken. Van de minister is daar verantwoordelijker voor. Verantwoordingen moeten komen. Dus die kan zijn werk of haar werk niet goed doen? Die minister zit er pas. En je moet haar de gelegenheid geven om in te werken en erin te komen. Maar het is voor financiën belangrijk dat de verantwoording van de besteding van middelen komt. Anders komt er klad onderzoek. Mag ik nog een laatste opmerking hierover maken? Het is in die samenleving, tenminste de informatie die op mij overkomt, zeer onduidelijk van hoe dat sociale aanpassingssysteem werkt. En wie er voor in aanmerking komt en wat daarvoor de criteria zijn. Ja. Dus dat moet helder naar die samenleving worden gecommuniceerd, want het brengt een heleboel spanningen met. Meer communicatie, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. En minister... Om uw aandelen van Amerika te vragen. Ja, maar dat is mijn vraag. Doe het nog een keer. Dat is wordt ook genoemd in die Pan-American affaire. Wat is het probleem? Ik zei van sommige afspraken zijn mondeling gemaakt. En het maar komt dat uit, kan toch het niet? Komt uit, nee, het kan niet. Het komt uit het verleden, maar je moet het wel oplossen. Want die huizen staan er, je kan gaan kijken. En het is een moeilijke case geweest. Het is niet voor niemand dat het 3 jaar op financiën heeft gelegen. Ja, het is een hele moeilijke case maar geweest. Maar ergens, er wordt geschreven dat u eerst moeilijk deed op goede gronden, dat u niet kon meewerken en dat u later bij gaat meewerken. Het moet, wordt gezegd. Er zijn problemen. Als er een probleem is dat opgelost moet worden. Als er een probleem is dat opgelost moet worden, moet je het oplossen. En ja, dan duurt het even voor je het oplost. Nee, ik zeg dat er is geschreven dat u op goede gronden eerst hebt gezegd, hieraan kan ik niet meewerken. En later toch heb meegewerkt. Dat wil zeggen, er is iets veranderd. Ja, kennelijk zijn er dingen. De gronden zijn goed geworden. Ja, kennelijk, ja. Als ik, laat me zeggen, die zaken zijn onderzoek nu. Ja. Ik zou zeggen, laat het uitvoerig onderzocht worden. Nee, maar de president zegt bijvoorbeeld, dus dat is, zonder onderzoek kan ik zien dat er verschil is. Hij zegt, in 2019 heeft Panem de zaak voorbereid. Maar dat is niet waar. 2019 is er een concrete overeenkomst getekend. Dat is niet voorbereidend. Dat is vaststellen wie ieders verantwoordelijkheid heeft. Ja, ik moet je zeggen, ik heb me er niet in verdiept. Ik weet dat toen die case op financiën lag,
Ja. Dat die, ik weet van mijn voorganger, van Armand Tjeibersing, dat die case, dat een moeilijke case was. Okay. Dat van verschillende kanten, toen ik op positie kwam, dat ik ja, vaststelde van ja, inderdaad, dit heb ik overgenomen als een moeilijke case. En ik heb aan juristen en medewerkers gevraagd, kijk of dit oplosbaar is. En als het oplosbaar is, op welke manier? We'll see. En als je... ja, wacht het af. ja, laat het onderzoek plaatsvinden. Bent u al opgeroepen door het OM voor... Nog niet. Nog niet. Als dat gebeurt, zal ik me weer verdiepen in de case. Ja. Maar anders maak ik... Maar onderzoekscommissie leidt niet altijd tot resultaat, hoor. Ik heb een paar op een reis. Ja. Dat is relevant. Bij mij in elk geval geen intentie om buiten de orde of wat dan ook te handelen. En ook niet in deze case en in geen enkele andere case. Het systeem moet integer zijn. En dat rust op mensen die zich integer opstellen. Dat is wat ik... als er iets is wat ik heb, wat ik echt heb... Als er iets is wat we als mensen echt hebben, is het onze goede naam. Je gooit dat niet te grabbel. Minister, u bent nu ruim langer dan een jaar nu, minister... Ja. En, wat vindt u dat u hebt bereikt in dat jaar, tot slot de afronding van deze uitzending? En met name ben ik geïnteresseerd in, u was bezig met bezuinigingsplannen voor de overheid. Hoe het daarmee loopt, die dienstauto's, die telefoonkosten. Dat werkt. Hoeveel adviseurs, 400 adviseurs of zo die er waren op een ministerie? 60 op één ministerie, oh, okay. Die niemand kent. Niemand kent ze. En u wil nog steeds niet zeggen welk ministerie. Nee. Nee. Voor dit jaar, voor het vorig jaar hadden we die 4 doelstellingen, die zijn gehaald. Voor dit jaar had ik 3 doelstellingen en die hebben met de begroting te maken. Demping van de inflatie, dat is gekoppeld aan bezuinigingen daar waar het nodig is en kostenefficiëntie. En 3, verhoging van de inkomsten. Alle 3 zijn heel fundamenteel. De demping van de inflatie is waarschijnlijk de meest rechtvaardige maatregel die een samenleving kan hebben. Omdat demping van inflatie voor iedereen en met name voor de armste groepen het leven voorspelbaar maakt en stabiliseert. Vandaar ook die belangrijke rol van zo'n centrale bank om de inflatie te dempen, koersen, prijzen te stabiliseren. Voor wat betreft de bezuinigingen tussen juli en eind januari... is het ambtenarenbestand met 930 afgenomen. Dat is niet de operatie van minister Bronto van Binnenlandse Zaken. Maar dit is gewoon door te zeggen, ik sta niet toe dat iemand nog op de loonlijst komt zonder de toestemming van de minister van Financiën. Dat heeft bijna 1000 ambtenaren gewoon de toevloed heeft dat gewoon geremd. In 1 jaar. Als je dat 5 jaar kan doen, kan je 5000 uitsparen. Dat heeft extra ruimte gegeven. Dat geeft extra ruimte. Als we dit doen voor de ambtenaren die Bronto doet, als we dat doen voor die 5000, kunnen we een goede salariscorrectie doen voor de mensen die wel werken. Dus dat loopt. De bezuinigingen op brandstof bij justitie en politie zijn de vorige maand, zijn januari, zijn 10 miljoen geweest. Op brandstof, 10 miljoen bezuiniging op brandstof alleen al. Waarvan de minister zegt, aan het eind van de maand belde hij mij. Hij zegt, hey, ik loop toch vast. Je hebt 10 miljoen bespaard, kunnen we daar een klein beetje ruimte in krijgen. Die ruimte is geboden. Die maatregelen werken. En ik moet zeggen dat ik dat in het kabinet, dat leiderschap, zowel van de president, maar ook van de vicepresident, laten we die ook noemen, dat leiderschap ook daadwerkelijk getoond wordt, dat die moeilijke maatregelen nodig zijn om te verbeteren en dat die verbeteringen ook echt zichtbaar worden. We zijn er nog niet. De grootste uitdaging is de inkomstenverhoging. Met name dus belasting, douane en niet belastingmiddelen. Dat is de grootste uitdaging. Dus ik moet daar meer tijd voor hebben. Als financiën word ik bijna overal bijgehaald. Dus een deel van mijn tijd gaat in de sociale agenda zitten. In de EBS-agenda met elektriciteitsprijzen. Ik moet gewoon meer tijd op mijn eigen agenda hebben. En ik denk dat daar dus ook grote stappen vooruit in mogelijk zijn.
En dat moet ook echt gebeuren. Douane, belastingen, niet belastingmiddelen, gaat lukken. En bent u een stuk grijzer geworden in dat jaar? Maar dat heeft niet met de job te maken. Dat heeft met het feit te maken dat ik ook wat ouder word. De job is niet moeilijk. Er is niets waarvan ik zeg dat het moeilijk is. Het is wel heel veel. En ik moet zeggen, ik kan daarbij steunen op een fantastisch team aan medewerkers op het ministerie van Financiën. En laat me dit ook bij zeggen. Al die mensen op Financiën, die waren er bij Hoefdraad ook. En die waren niet ingezet. En Hoefdraad zat op een berg met goud aan kennis en kunde en capaciteit. En het is niet ingezet. En geld. En geld toen ook. Okay. En het is niet ingezet. Het zijn dezelfde mensen die vandaag, als er hersteld wordt, is er leiderschap, is er de communicatie met de assemblee, met de vakbeweging. Maar er zijn topmensen in ons land die die prestaties neerzetten. Niet alleen op Financiën, ook op meerdere ministeries. En dus als je zegt van, oké, onder mijn termijn, onder mijn leiderschap, op dat ministerie gebeuren goede dingen. Het gebeurt omdat ik kan rekenen op fantastische mensen. Dank u wel, minister Ragubashing. U krijgt van de wineshop een fles wijn voor u, als dank voor uw bijdrage aan dit programma. Ook dank aan de panelleden Gerard.